Wij zijn een zogeheten vlakke vloertheater. Je hebt schouwburgen met lijsttonelen en wij zijn een vlakke vloer. Wij hebben 700 activiteiten per jaar, 700 voorstellingen per jaar. Ik ben algemeen directeur en er is ook een zakelijk directeur, dus ik ben meer de generalist in huis. Ik heb een heilig geloof in de kracht van cultuur als verbinder in de maatschappij. Iedereen zou daarbij moeten kunnen. Ik heb een heel groot vertrouwen in de politiek. In die zin, ik wens een heel groot vertrouwen te hebben in de politiek. Maar het gaat heel vaak over mensen en ik heb vertrouwen in mensen. Dus ik ga ook uit van het goede in de mens. Dat is ook waarom ik zo'n hartstochtelijk PvdA stemmer ben al mijn hele leven. Ik geloof ontzettend in hoe die partij altijd zoekt naar de zachte redelijkheid. In die zin is mijn hoop wel op de politiek gevestigd, maar dan heel erg op de PvdA. Vrijheid, maar vooral vrijheid ook voor de ander. Heel erg samen, solidair. Voor iedereen kansen. Dat vind ik wel ongeveer. Dat ligt voor mij aan de basis van eigenlijk alles. Dat goed voor je gezorgd wordt. Dat er voor iedereen heel goed gezorgd wordt. En dat betekent niet dat je altijd naar de overheid moet wijzen of altijd je moet zeggen van jij moet het voor me doen. Maar je zorgt ook voor jezelf en met elkaar voor elkaar. Ik ben ook heel erg nog van het verheffingsideaal. Dat gaat namelijk over dat je mensen iets aanreikt waar ze iets mee kunnen doen als ze het willen. Maximale resultaat van iemands mogelijkheden. Dat is eigenlijk waar je probeert energie in te stoppen. En als iemand deze mogelijkheden heeft, ook zorgen dat hij niet hier eindigt, maar dat hij hier eindigt. Vanuit mijn positie probeer ik kinderen bijvoorbeeld in aanraking te laten komen met cultuur, om ze zo een bagage te geven waarin ze misschien wat meer gelijk zijn dan zonder die bagage. Wij nodigen nadrukkelijk scholen uit die niet per definitie met cultuur in aanraking komen. Daar probeer ik hier in dit huis iets aan te doen door ze hier uit te nodigen en ze van theater te laten genieten. Ik hoop heel erg dat in de politiek mensen blijven werken die echt het gevoel hebben dat ze iets goeds doen voor de mensen. En ik wens dat ook dat er om die reden op ze gekozen wordt, dat ze het goede doen. En wat vind je van Lodewijk Asscher? Geweldig. Ja, ik ben groot fan. Overigens, nu als cultuurwoordvoerder, hè, wij zijn echt zo blij met hem. Want hij is, hij doet het op, je wordt namelijk al snel pathetisch gevonden als je over cultuur een bevlogen verhaal houdt. Nou, hij is allesbehalve pathetisch. Hij is to the point, heeft gelukkig een gezonde dosis humor. En hij is heel, heel gewoon doet hij erover. Zo gewoon als het is.